Als een Duitse man van 92 die 550 kilometer de verkeerde kant op rijdt als hij naar zijn kleindochter wil, verdwalen we de tweede ronde in. Opvallende koppen uit de krant met de vraag: welk bericht stond daaronder? Florian Jaap en Defano, eerst wapencontrole, dan uitlegfolder. Timing is alles. Weet je. Zo mooi dat jij bent geworden van iemand die meedoet aan een programma naar iemand die er gewoon lekker naar zit te kijken. Ja. Ja. Heb je mijn airfryer nog niet gezien hieronder, hè? Drie Jacobse nootjes zitten erin. Maar Defano? Ja, nou, deze is natuurlijk, zijn nu bezig in Amsterdam. Ja. Wapencontroles vanaf september, ja, vanaf nu dus. De politie, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, ja, de politie inderdaad. In de gemeente Amsterdam, dan uitlegfolder. Ja, en stel jij bent een politieagent en je krijgt die opdracht om die wapencontrole te doen. Waar ga je dan ook selecteren? Ja, dat is dus dat is de grote vraag. Ja. Maar, want ik heb begrepen dat dus de controleurs voor de eindstand ook gecontroleerd. Of die het wel goed hebben gedaan, want je mag niet zomaar... Je mag niet, dit gaat over etnisch profileren gewoon, toch? Ja, 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 gaat precies. Gewoon over precies. Agenten die denken, nou, ik pak die maar, want die heeft een getint uiterlijk. Dus dan heb ik grotere kans dat ik een wapen vind. Zo denkt hij dan, hè? Ja, 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 nee, precies. Dat snap, snap dat jij dat niet. Nee, maar ja, dat is gewoon de realiteit. Daar moeten we niet lullig over doen. Ik zal nooit gecontroleerd worden op een wapen. Ik ren sowieso iedere keer weg. In welke situatie? Ja, is in dat geval niet handig. Dat is mijn nieuwe ding. Maar goed, het gaat dus over hoe spreek je iemand aan op straat en waarvan heb je het idee dat iemand wel of niet. En daar is dus een uitlegfolder van. Ja. Ja. We gaan het nu weer doen, hè? Preventief fouilleren, daar gaat het over. En dat mag niet etnisch geprofileerd zijn. Dus heeft de politie nu ook controleurs? Is dat afdoende, denken jullie? Maar loopt er dan fysiek ook, net als bij Defano, iemand mee? Ja. Een controleur? Burgerwaarnemers? Ja. Die lopen op dat moment of dat is achteraf? Nee, ik denk dat die fysiek meelopen. Is het goed dat we preventief gaan fouilleren? Blijkbaar wel. Ik bedoel, ik vind ook dat vrouwen en Aziaten wapens mogen dragen, omdat we niet kunnen vechten. Vind ik sowieso. Ja, ben jij niet zo'n... Nee, ik heb nog nooit... Ik kom ook nooit in een situatie... Ik ben één keer in een situatie geweest waarin... dat is het gevaarlijkste wat ik ooit gehad heb. Dat ik liep op de Haarlemmerstraat. En toen zag ik een jongen. Die zag ik een meisje slaan in een gezicht. En de huidskleur van die jongen doet er niet toe. Maar haalt de kleur van een Werthers echte. Heet dat snoepje? Ja, café laat. Maakt verder niet uit. Ik weet niet. Het is een Hollands snoepje. Oer-Hollands snoepje. En. Dordt. Toen liep ik daar langs en toen dacht ik eerst was ik bang. En daarna was ik boos op haar. Ik dacht, waarom breng je mij in deze situatie op? En daarna dacht ik. Werd ik vervuld met schaamte. Omdat ik dacht, ja. Straks ziet iemand mij en dan is het ineens... Hey, ik zag je laatst nog, Daan. Oh, waar? Ja, je liep net langs dat wijf dat helemaal in elkaar getimmerd werd. En oh, ja, het was een mooie dag. En toen heb ik besloten, ik ga erop af. En toen dacht ik nog van, wat moet ik nu zeggen? Ja. En toen bedacht ik de fantastische zin... Hallo, kan ik jullie ergens mee helpen? In de hoop dat hij niet zou zeggen, ja, mij graag. En toen zei hij keek me aan en toen zei hij, bemoei je niet. En toen zei ik, sorry, en zei hij, bemoei je niet. En toen wist ik, dit is niet goed, want het enige wapen dat ik heb, namelijk blé, 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 je kan helemaal niet met hem. Snap je? Als hij gewoon woorden weglaat, waar is mijn basis dan, toch? En toen heb ik dat zo langzaam weten te doen, dat op een gegeven moment er meerdere mensen bij kwamen staan. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik kon zeggen, luister, huiselijk geweld, dat doe je gewoon thuis. Nee, dat heeft ervoor gezorgd dat iedereen eromheen kon gaan staan. Oh ja, jij was er ook bij, ja. Nee, en, ik was de uitlegfolder. Ja, om die uitleg. Hij zat in de hoek met Japanse nootjes te kijken. Hij zat weer met popcorn en cola te kijken. En, je hebt het dus wel opgelost. Ik snapte toen, het is de bedoeling dat jij
hem stagneert op een of andere manier. En dat er dan mensen bij komen kijken waardoor hij thuis dat af moet maken. Mooi. Ja, afnemers naar Wim. Zijn weg gaan rennen of whatever. Ja, nou, toch. En even voor duidelijkheid, ik doe niet leuk over huiselijk geweld. Maar dit is het dichtstbij. Ik zou natuurlijk veel liever willen dat ik gewoon een sterke gast was, weet je wel. Gewoon een sterke gast. En ik tegen iemand aanbod in de Kalverstraat. En die dan zo omdraait en wil beginnen met... kijk uit je doppen en dat ziet hij. Oh, en hoe heet je? En ik hou van je. En zullen we een keer kaasfondue? Dat lijkt me echt te gek. Lijkt mij maar dat fysiek heb ik niet. Ja. Ook nog nooit? Nee, ik heb wel. Ik kan boos worden. En één keer heb ik echt iemand tegen de grond geknald. Ik was zo gestrest. Het was, geen eten. Geen eten. Twee van die kaas van die stokken zo in de ogen geprikt. Nee, ik heb één keer... was ik echt gestrest. Echt naar kerst. Want daar moet ik zo lachen op de ouders. Dat was een kut kerst thuis. En ik was helemaal gefrustreerd. En toen zei mijn man, die ging ik al s'avonds, nachts kwamen thuis, ging ik uit frustratie al de kerstbordjes voor ons thuis al klaarzetten voor de eerste kerst. Dus om 6:30 s'morgens, de kinderen waren al klein, gingen we nog... gingen we kerst ontbijten. Het was inmiddels 8:30, moest op de hele dag. En toen zei mijn man, laten we dat stukje gaan lopen. En toen gingen we een stukje lopen. We hadden dus twee kinderen met een kinderwagen met zo'n twee van die kinderen erin. We liepen zo op de eerste kerstdag. En toen kwam er een fotograaf die wel in de wilde weg fietste voor roddelbladen. En die man had ik al altijd zo'n ekel aan. En die had me een fiets en zei, Paul, vrolijk kerstmis, hè? Toen heb ik hem zo van zijn fiets afgerukt. Jij ook vrolijk kerstmis! En toen echt helemaal in paniek, kinderen huilen. Mijn man, toen zei ik, ik ga mezelf maar aangeven. Dus ik ben naar de politiebureau gegaan. Toen ben ik de politiebureau gezegd, ik kom iets aangeven. Toen heb ik gedaan, ik heb iemand in elkaar geslagen. Ze zei, je kan iets aangeven, want de ander moet aangifte doen. Ik zeg, vrolijk kerstfeest. Ik ben weg. Toen kwam ik thuis en toen kwam ik Guus Verstraeten in die tijd. Die kwam toevallig lang. Ik ging uitleggen, maar ik was enorm ontspannen, want die agressie was eruit. Toen zei ik tegen Guus Verstraeten, vertelde ik het verhaal, hoe heftig het was. En toen kwam de politie inderdaad aangereden. Moest ik mee naar het bureau waar die fotograaf zat. En dat was natuurlijk verschrikkelijk. Mijn excuses aangeboden en 3 fotosessies gedaan. En vijf gestolen recepten beschikbaar gesteld aan de Weekend Story MPV. Nou... Ja, we zaten in Amsterdam. Preventief fouilleren ligt politiek gevoelig in Amsterdam. In de gemeenteraad is een linkse meerderheid er fel tegen gekant. Ze wijzen erop dat preventief fouilleren de politie veel tijd en geld kost en weinig oplevert. Afgelopen donderdag was er een veelbesproken proef. Voor het eerst in meer dan 7 jaar fouilleerde de Amsterdamse politie willekeurige voorbijgangers op het bezit van wapens. En er worden nu burgerwaarnemers ingezet die de politie kan controleren of ze echt aselectief controleert. Fouillerende agenten die worden gecontroleerd door burgerwaarnemers die op hun beurt weer gecontroleerd worden door de politie. Dat klinkt ingewikkeld. Gelukkig heeft de gemeente Amsterdam een handige uitlegvideo. De gemeente Amsterdam gaat van start met preventief fouilleren. Om het etnisch profileren te controleren heeft burgemeester Femke Halsema burgerwaarnemers aangesteld om de politie te controleren. Om de burgerwaarnemers te controleren heeft de politie eigen waarnemers gestuurd om die controle te laten controleren. Aangezien de controle op de controle om nog meer controle vraagt, zullen er nog extra waarnemers gestuurd worden vanuit het driehoek die de politiewaarnemers zullen controleren. Die de burgerwaarnemers controleren, die de politie controleren op het controleren. Want iedereen weet, vertrouwen is goed, controle is beter en controle van controle is nog beter. En controle van controle van controle zorgt voor extra papierwerk. En daar zijn we bij de gemeente Amsterdam heel goed in. We hebben nog een cryptische kop voor Daniel en Paul. Ja, ik wil niet meer. Nee, dit gaat over dat... Als ik het goed gelezen heb, over dat er nog meer echtscheidingen zijn dan er al waren. Mm. En ik vond dat er al heel veel waren. Het was de laatste keer dat ik het checkte, was 2 van de 3 huwelijken die mislukt. Ik dacht 1 van de 3, dacht ik. Maar... Jij had 1 van de 3. Ik weet niet precies, ja. Er is eentje bij je gekomen. Mm. En, Papa, jij bent al heel lang getrouwd. Ja. En hoe lang zitten we nu? Hoe lang zitten we nu? Ja, jullie met je man? 25 jaar, 60 jaar. En zo lang kennen jullie elkaar? Ja. Ja, het gaat goed. Ik zit nog veel langer, maar het heeft toch waarde? Dat je ik vind het wel. Maar ik kan ook voor zo'n mensen denken... Ja, ik ga niet in een verschrikkelijke relatie door. Ja. Maar wat is dan het moment dat je dingen gaat zeggen als het heeft toch waarde?
Dat is dus na een aantal jaar. Ja, na een flink aantal jaar. En dan denk je, die weet alles van me. Die weet waar ik gelopen heb, hoe we hier samen uitgekomen zijn. Super waardevol. Ja, maar het kan ook heel vervelend zijn, omdat je namelijk verder niks meer met elkaar deelt. Kijk, het grote gevaar is van een relatie, als de kinderen eenmaal groter zijn of volwassen, wat heb je samen dan nog? Want heel vaak gebruiken de kinderen als excuus om dingen niet te doen of wel te doen. Ja. En daar moet je op letten. Ik zei altijd, toen mijn kinderen geboren waren, we gingen altijd één keer in de week gingen we samen iets doen om even te ontdekken waarom je elkaar zo leuk vindt. Want die kinderen die slokken eigenlijk je hele leven op. Ja. Maar ik had Israël Expeditie Robinson, omdat er zoveel mensen bloot rondlopen, is daar dan ook nog spanning en sensualiteit? Is er seks? Nee, je hebt alleen maar honger. Dus ja, nou. Maar het is toch ook. Of je wel of niet uit elkaar gaat, of dat wel of niet erg is, dat heeft toch ook heel erg te maken met of je kinderen hebt of niet. Ja. Maar vind jij uit elkaar gaan als je een kind hebt erg? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ken inmiddels wel wat psychologen en psychiaters. Ik weet niet hoe. En die mensen lullen net zo amateuristisch als andere mensen over psychologie. Maar wat ze nooit zeggen is, weet je wat goed is voor je kind? Lekker uit elkaar gaan. Lekker uit elkaar gaan en zorgen dat je kind geen basis voelt en dat die zich volwassen op moet stellen om dat allemaal weer op te vangen. Ja. Zodat jij lekker een kind kan blijven en je kind lekker voor jou kan hebben en niet voor je kind. Dat hoor je ze eigenlijk nooit zeggen. Nee. En mensen die uit elkaar gaan. Nou, als je ze genoeg betaalt, dan zeggen ze dat vanzelf, hoor. Nee, maar mensen gaan makkelijk uit elkaar. En die kinderen leren ook weer niet wat een lange relatie is. Dus en ze verzinnen altijd rare excuses van ja, maar met aan ruzie in de ouders heeft het kind toch ook niks? Nee, maar dat zegt toch ook niemand? Nee. Dat haal je er gewoon bij als argument. Zodat jij ruzie, ja, precies. En mensen zeggen ook, ja, je weet nooit hoe het leven loopt. Weet je weet heus wel hoe je leeft. Je bent niet Indiana Jones die dan weer in de oceaan hangt en dan weer ergens in de jungle. Je weet precies hoe je leven loopt. Je gaat namelijk gewoon met je kutbaan, waarvan je dacht dat het carrière was. Ja, daar ga je van 9 tot 5 elke fucking dag werken. En in het weekend ga je lekker barbecuen met andere mensen die lage eisen aan contact stellen. Ja? En vervolgens krijg je jicht of reuma of zo. En na 30 jaar is je fucking huis afbetaald. En dan staat er een huis afbetaald, waarvan je ook niet weet, ja, ik ga toch dood, boeien. Dat is precies hoe jouw leven gaat. Dus doe nou niet alsof het allemaal zo spannend is en dat je niet weet wat er gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren, dus blijf maar bij elkaar voor je fucking kind. Doe dat maar. Ja. Echtscheiding wordt de norm, of is dat al? Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek strandt bijna 1 op de 3 huwelijken en dat aantal stijgt. Als scheiden de norm is of wordt, is de samenleving daar dan klaar voor? Nee, luidt het antwoord. Nederland kan om te beginnen het aantal echtscheidingen niet aan als het om huisvesting gaat. Naast conflictlessen voor kinderen moeten er ook conflictlessen voor al die scheidende ouders komen. Dan gaat het misschien beter. En als scheiden geen taboe is, dan is ook het ook zaak om de taal rondom scheiden minder negatief te laden. Nu komen je als kind altijd nog uit een gebroken gezin of uit een vechtscheiding. Dus dat moet ook anders. Voor vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij het CBS. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar in hun vestiging in Den Haag. En in de weekend en om de maandag in de even weken in hun vestiging in Heerlen. Voor alle kinderen die nu kijken en van wie papa en mama net uit elkaar zijn, waarschijnlijk lag er aan jou. Het is heel logisch dat je nu verdrietig bent. Sterker nog, dat blijft zo de rest van je leven. Zoals mijn vader altijd zei, de glimlach van een kind is het gebrek aan levenservaring. Hey, internetgebruiker, dit was de video alweer. Tamtoe kort. Gelukkig zijn er meer video's. Lid, abonneer je of klik hier op de video. Wel jammer van je data. Kijk maar. Nice.